Een hele goede morgen, lieve mensen. Vandaag zijn er baby's officieel 24 weken. Dus als er iets gebeurt nu, dan worden ze in ieder geval gehaald en wordt er alles aan gedaan om ze in leven te houden. Dus dat is in ieder geval een hele fijne gedachte. En En dan zouden ze daarmee. ook per keizersnee gehaald worden, want Ja. hiervoor zou ik ook natuurlijk moeten bevallen. Ja, met onze tweeling is dat best wel. Risicovol. En dan zouden ze de beademing en zo niet krijgen. En dat krijgen ze vanaf vandaag dan wel. Ja. Dus dat is een hele mijlpaal die we hebben bereikt. Maar we gaan natuurlijk gewoon voor nog meer weken. We gaan eigenlijk gewoon voor die 34. 32, 34 moeten we gewoon halen. We hebben al gedoucht, we hebben ontbijtje gegeten. En zojuist zijn de weeënremmers gebracht. En heeft ze iets voor voor de ontlasting. Zodat dat wat soepeler gaat allemaal. Want dat gaat allemaal wat lastiger als je zwanger bent. Dan Ja, heb je en gewoon wat omdat je meer de last hele van dag verstoppingen. En ligt. omdat je de hele dag ligt, geven ze dat graag aan je. Want dan gaat het wat soepeler allemaal. Zometeen krijgen we een hartfilmpje. Dat kan wel een uur duren. Een hartfilmpje van de baby's. Eerst gaan ze een half uur de ene baby meten en daarna een half uur de andere baby. Ja, ik heb net even gelezen. Volgens mij gaat dat zo. Of je krijgt meerdere Knoppen. banden om je. Maar dat weet ik niet zeker. Je krijgt er sowieso twee. Eentje om de weeën te meten en eentje om de hartslag te meten. Dus ik weet niet of je er dan drie krijgt, maar misschien kan dat apparaat dat niet aan. In ieder geval, zometeen een hartfilmpje en daarna kunnen we wat meer weten over hoe het met jullie gaat, met de baby's. Dus niet met de kijkers, maar met de baby's. Ik ben gewoon al heel blij dat we de 24 weken hebben gehad. Ja. Dat is echt, ja, de laatste 48 uur was toch wel heel erg spannend. Ja, het Maar voelde een beetje als een aflevering van 24. die ken ik niet. Ja, met die klok zo. Doet, 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 Ken ik ook niet. Nou ja, goed. Beetje als Sal. Ja. Nou ja, goed. Het was in ieder geval heel spannend. We hebben het in ieder geval gehaald, dus dat is fijn. Ja. De baby's ook. De baby's hebben het gehaald. Ja. De baby's willen zo graag geboren worden, maar je moet even wachten, jongens. Meisjes. Oké, dus wij wachten nu even op het hartfilmpje en dan. En misschien vandaag naar huis. Ja, en Kijk, misschien ik vandaag hoor naar huis. niemand er meer over, maar ze hadden het daar in het begin wel over dat na 48 uur dat we eventueel misschien naar huis mochten. Dus ik hoop als de CTG-scan goed is, dat we vanavond gewoon weer lekker in ons eigen bedje. Dat hoop Ja, ik ik ga naar ook. mijn oma. Ik Ja. ga dan voorlopig even bij mijn oma slapen. We willen geen mensen aan de deur bij ons thuis. Ja, en jullie gaan verbouwen en opruimen. Ja, ik ga samen met mijn oma, of met mijn moeder en haar oma het huis opknappen en dan. Die doen populaire Instagrammers altijd even hun lunch laten zien en zo. We hebben een lekker kwarkie, een vlaatje, boterhammetje met boterhammenworst, twee beschuitjes met chocoladepasta, flauw, en twee boterhammen met kaas voor mij. Let's do this. Ja, we hebben net een CTG-scan gehad. Ja, oh ja, dat moeten we even vertellen, ja. De baby's waren zo van aan het wiebelen dat ze het niet echt konden zien. Wat natuurlijk ook wel weer een goed teken is, want de baby's wiebelen nog. Ja, veel ook. Veel ook, maar waarschijnlijk wordt er straks nog even een echo gemaakt en dan gaan ze precies kijken waar die ligt en dan. Waar ze liggen. Waar ze liggen. En dan gaan ze het opnieuw doen. En dan hopelijk kunnen ze er nog een kwartier een filmpje uitmaken. Hadden we uitgelegd wat de CTG-scan was? CTG-scan is een hartfilmpje. Ja, hartfilmpje en de spanning van je buik wordt ook gemeten. Dus dan kunnen ze zien of je weeën hebt of harde buiken of Ja, dat was iets. niet het geval. Dus dat is goed nieuws. Nou, hij ging een paar keer omhoog. Ja, De maar eerste dat. keer vroeg ze ook, heb je een harde buik? Maar het viel wel mee. Maar er stond wel spanning op mijn buik. Maar volgens mij geen weeën. Voor zover ik kon zien, bleef hij redelijk op één lijn zitten. Dus ik denk dat dat wel een goed teken was. Maar we zullen het zo horen. Ja. Nu eerst lekker lunch. Ja.
Oké, jongens, we zijn weer een dag verder en er is niks gebeurd. Daar zat wel vandaag iets meer harde buiken, maar verder is het allemaal prima gegaan. Ja. Net werd er weer even een hard filmpje gemaakt, maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, maar goed. De vorige scheen ook al goed te zijn. Ja. Alles zag er prima uit. Dus... Ja, het gaat goed met de baby's. En het gaat goed met Dars. Ja. Alleen ja, iets meer harde buikjes, maar wel minder dan dat ze normaal gesproken heeft. Ja. Vandaag was ook de laatste dag dat ze medicijnen kreeg, dus nu moeten we even kijken wat haar buik gaat doen als ze geen B-remmers heeft. Maar dat zien we morgen allemaal. Vind ik eng, om eerlijk te zijn, dat ik geen B-remmers meer krijg. Ja, ik ook. Ik heb liever gewoon wel de komende maanden. Maar ik weet niet hoe lang je het mag slikken en of je het nog mag slikken. Ik weet het ook niet. Ja, we gaan het allemaal zien en morgen gaan jullie het gewoon weer meemaken. Ja. Ik ben zo moe. Ja, ik ook. We gaan lekker slapen. Er wordt nog heel veel pols wordt gemeten. Bloeddruk. En dan zijn we weer klaar. Dan zijn we klaar. Dan kunnen we gaan slapen. Ja. Wel rusten, mensen. Wel rusten, jongens. Mm. Doei.